Helemaal welkom terug bij een nieuwe video. Ik zit even op een andere plek en sorry voor het licht, maar ik wilde deze video heel even snel opnemen. Want ik heb een pakketje van de Boozy Shop gekregen. En die wilde ik even samen met jullie toch gaan uitpakken. Maar ik heb niet heel veel tijd, dus vandaar dat ik het even zo doe met een lekker dekentje gewoon hier. Ik heb even een mesje erbij gepakt om een pakketje te openmaken. De Boozy Shop vind ik altijd wel heel mooi trouwens. Dat is echt wel gewoon lekker een roze. Het pakketje bijvoorbeeld. Eigenlijk de hele doos van roze hebben. En dat soort dingen. Die daar maar even neerleggen. Het eerste, nou ja, het ziet er zo een beetje uit. Er zit zelfs een boek. Er zit iets van een soort boekje. Hier staat eigenlijk de pakbon eigenlijk, met alles wat besteld is. Hiermee kan ik ook zien gelijk van wat het allemaal gekost heeft en dat soort dingen. En kan ik jullie ook prijzen laten weten. Dus dat is wel heel handig. Dus die hou ik hier wel eventjes bij, zodat ik jullie gelijk kan laten zien. Met een kaartje van Here I Am, Boozy Shop, Hi Sint, dank, kus. Met gewoon een bedankkaartje eigenlijk. En dan zit er gewoon, eigenlijk als het ware, zit er gewoon heel simpel papiertje om. Gewoon dit roze papiertje. En er zit een zakje in. En hier zit nog een, zit alles heel mooi in bubbeltjes plastic verpakt. Dat alles netjes in bubbeltjes plastic verpakt is. En verder zit er nog een kortingscode in. Van een webshop. Maar dit is eigenlijk hetgene waar het om gaat. En dat ga ik met jullie uitpakken. En hier kan ik trouwens wel weer ook dat mesje wel even goed voor gebruiken. Ik heb nog een stukje plakken. Oké. Ja, het eerste wat ik heb en wat ik zie, dat is inderdaad die kleine. Ik heb een, die krijg ik er gratis bij. Een Boozy Cosmetics Mini Rose Gold Boozy Brush in een Tapper Highlighter Brush. En die was gratis, die heb ik er gratis bij gekregen. Hij is wel super schattig. Die echt heel schattig, heel klein is. Maar hij is wel heel mooi en ik vind hem ook heel zacht. En ik denk ook wel, ik gebruik op dit moment een waaier brush. Maar ik denk dat deze ook wel inderdaad heel mooi is om highlighter aan te brengen. Dus daar ben ik sowieso wel heel benieuwd naar. Naar deze brush. In ieder geval, ik doe hem heel eventjes terug in zijn hoesje. Het volgende, en het ligt ook een beetje volgens mij soort van boven op. Het volgende is een paletje van W7. Dat ik hier W7 Delicious Natural and Berry Eyeshadow Palette. Ik moet zeggen, ik heb al meerdere paletten van W7. Want hij ziet er zo uit. En dit palet kost €9,50. 49 cent. Het palet ziet er zo uit. Maar ik moet zeggen, ze hebben de verpakking veranderd. Eigenlijk meer zie ik. Maar op zich vind ik het niet geen verkeerde verpakking. Ik vind hem er leuk uitzien. En er zit een spiegel, klein spiegeltje in. Dat er een klein spiegeltje in zit. En dan zijn dit de kleuren die erin zitten. Ik vind het een leuk palet. Ik ben heel benieuwd hoe de pigmentatie hiervan is. En ik zal ook trouwens, wat er zit vaak bij zo'n... Er zit er zo'n soort papiertje bij. En er zit zelfs een kwastje bij. Ik ben even benieuwd naar het kwastje trouwens ook. Want er zitten tegenwoordig heel vaak van die kwasten bij. En of het ook echt groeit. Nou, hij voor... Ik weet niet of het per se, maar zeker... Ja, deze weet ik niet zo goed wat ik ervan moet denken. Hij is vrij klein. Maar op zich deze,
De blending kant, die ziet er wel oké uit. Dus daar ben ik wel heel benieuwd naar. En ik vind ook echt zeker de kleuren zijn echt prachtig. Sorry, probeer de spiegel een beetje te bedekken, zodat jullie niet verblind worden. Maar dit zijn de kleuren. Ik vind het een mooi, super leuk, mooi paletje eigenlijk. Super interessant en zeker leuk om mee te gaan spelen. En dan heb ik nog van Makeup Obsession. Heb ik een. Zal ik die eerst maar even laten zien. Voordat ik. Van Makeup Obsession heb ik een los palet gekocht. Dat is deze. Alleen die is ook heerlijk shimmery. En dit is het palet zelf. Die ik nu hier in mijn handen heb. En het palet. Waar sta je? Het losse palet. Ik heb de palet, de Rose Gold versie, want die vond ik het mooiste. Die kost €6,95. En daar kan ik heel handig wel weer mijn. Ik ben echt heel benieuwd ook hoe deze oogschaduws gaan zijn. Ik zie ze hier al wel liggen. Hey. Wil er alleen niet uit op het moment. Kom eruit. Moet ik gewoon echt serieus het hele ding gaan mollen? Om die. Ja, ik doe het dan maar. Maar ik moest het hele ding doen mollen. Het is dus de Rose Gold Obsession. En de. Ja, even kijken. Wat er nog iets boeiends verderop. Ja, hier kunnen iets van 12 kleuren. Ja, het palet ziet er zo uit. Sorry, je ziet mijn laptop en ik ben eigenlijk een vlog aan het kijken. Het palet ziet er zo uit. En als je hem openmaakt, heb je een mega spiegel. Super cool. En hier zie je dus de vlakken waar je de oogschaduw in kan doen. En je hebt dus 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12... kleuren die je in het palet kan doen. Ik vind hem er heel mooi uitzien. En ik zal zo met een van de kleuren wel eens eventjes laten hem er gewoon wel eens in doen. Om eens eventjes te kijken. Of eigenlijk kan ik hem er sowieso bij houden. Dat is misschien nog leuker. Want dan kan ik het er ook echt in doen. Dus ik zal deze even neerzetten. En ik ben benieuwd. Oh ja, het staat er wel echt allemaal op trouwens. En ik weet eigenlijk nog niet hoe ik het ga doen. Maar ik moet even kijken. Ja, sowieso de eerste kleur. Dat is Ice. Dat is deze. Het zit nu in zo'n verpakking. Maar het is dus zometeen zo'n losse ding die je in het palet kan doen. Dit is nummerkleur 100 en H108 Ice. En ik ga heel eventjes gluren. Wat die kost. Deze kostte €1,49. En dit is dus een beetje een highlight kleur. Oh, er zitten overal zitten van die irritante stickertjes. En trouwens, vinden jullie het leuk bijvoorbeeld dat ik deze. Nou, hij wil niet open. Het is misschien wel leuk. Om dit misschien in een lab or testing te gaan testen. Dus ik ga ze nog niet. Ik ga hiermee dus nog niet swatchen. Maar dat ik deze in mijn lab or testing box neer doe. En dat ik ga testen in een lab or testing. Maar ik ga denk ik eerst heel even alle kleuren gaan even laten zien. Zo ziet hij er dus uit. Dit is echt een hele lichte highlight kleur. En ik zal met deze, want ik ga ze nu niet allemaal, want ze gaan er, moet heel voorzichtig. Kan je hem er, oh wacht, ik zie al wat hier gebeurt, want hij zit hier. Moet wel even voorzichtig zijn. Oeh. Ja, kijk, zo wip je hem er eigenlijk uit. En dan heb je eigenlijk zo. Hier zat hij in.
En nu heb je zo, en je hebt nog wel, dat vind ik heel fijn, dat je nog wel de kleur ziet staan. En zo haal je hem eruit. En als het goed is, kan je hem dan in het. Oh ja, kijk. Wacht, ik ga hem even. Oh ja, kijk. En dan heb je zo je kleur in het palet zitten. Sorry, echt, dit palet is heel weerspiegelend. Dat hij echt heel weerspiegelend is. En aan de achterkant, als je hem dus zo hebt, aan de achterkant zie je dan nog de naam en dat soort dingen staan van de kleur. Dus dat is heel chill. Heel mooi. Ik vind het echt wel een leuk systeem. Dat het echt een superleuk systeem is. Echt superleuk bedacht. Ik laat hem nog even zien. En dan laat ik daarna verder nog de andere kleuren zien. En die ga ik dan later, na de video zelf, nog eventjes in mijn bakje doen. En dan vertel ik de kleuren, de namen vertel ik nu nog even. Deze. Ik hou die er nog wel eventjes bij. Deze leg ik heel eventjes aan de andere kant, omdat ik die niet meer nodig heb. Maar ik ga. En trouwens ook, dat andere palet is ook wel leuk om nog een keertje te testen. Dan pak ik de volgende kleur. Dit is kleur E112 Ginger. Ja, ik moet natuurlijk wel overal weer dat. Oh, ik vind. Ze zijn een beetje. Ja, het scheelt wel dat ik deze hoesdingen niet meer nodig heb, maar. Want ze zijn wel heel vervelend om open te maken. Als ik dat had geweten, had ik ze wat later. Of had ik het anders gedaan, maar. Het zij zo. Dit is kleur Ginger. Dit is een beetje een bruinachtige, een beetje nude-bruinachtig tintje. Ik vind het een leuke kleur hebben. En ik ben ook zeker straks benieuwd wat de kleuren gaan doen. Op het ooglid natuurlijk. Dan ga ik kijken. Want. En het scheelt dat ik deze dingen eigenlijk een beetje soort van wel kan mollen. Want ik. Ja, ik heb ze straks later niet meer nodig natuurlijk. Dat scheelt weer. Dat ik ze niet meer. En ik heb. Dit is kleur Mood. E31 Mood. Ik ga er wel proberen zo snel mogelijk even doorheen te gaan. Omdat ze ook wat lastiger open gaan. Dit is de kleur Mood. Een hele prachtige kleur ook. We gaan dan naar deze. Dit is de kleur 109 Champagne. En eigenlijk alles zit een beetje rond de. In ieder geval ze verschillen een beetje. De ene kost 1,49. En de andere. En er zijn er twee kleuren die ik heb. Die waren 69, 96 cent. Dus dat is eigenlijk een beetje ongeveer wat de prijzen. Wat het qua prijzen gaat kosten. Dus ja, dan weet je dat die losse dingetjes tussen de 1,50 en 9,96 cent kosten. En dit is de kleur Champagne. Dit vind ik ook echt een prachtige, beetje champagne-achtige kleur. Super mooie kleur. En ik ben ook echt heel benieuwd hoe de kleuren, wat het allemaal gaat doen en zo. Oh, wauw. Deze heb ik relatief snel open. Dit is kleur E125 Star Truck. En dit is nummer Star Truck. Dat begint alweer aan wat donkerder. Ik moet zeggen dat ik eigenlijk vrij
neutralere tinten allemaal heb. En er zit eigenlijk één kleur, die komt zo meteen ook nog. En ik heb een beetje shimmery, matte finishen. Nog wat verschillende finishen. En een beetje een highlighter kleur bijvoorbeeld tussen zitten. Maar ja, je ziet het allemaal. En sommige verschillen ook. Ik moet nu trouwens zeggen dat ik tot nu toe alleen nog maar degene met de star heb gepakt. Heel toevallig. Maar er zitten ook eentje. Zitten er ook een paar zo tussen die waar. Waar Obsession op staat. Van het merk natuurlijk. Zie. Het is alleen wel echt een beetje. Zijn echt van die. Vrij irritante stickertjes. Die. Het is wel goed dat ze de stickertjes op doen. En dit is de kleur. Praise Go Metal. Dat is deze kleur. Een beetje bruin, wit, shimmery-achtige kleur. Prachtige kleuren vind ik het tot nu toe. Echt super gaaf. Ga ik naar. Toevallig nu eentje waar Obsession bij staat. Of op staat. Ik heb hem open. En dit is de kleur Trains. En dat is deze een beetje soort gouden geelachtige kleur. En daar vind het een hele bijzondere kleur. Ik ben ook echt heel benieuwd. Ik ben heel snel hiermee spelen. Dan heb ik de volgende kleur. En dat is Ibiza. Dit is de kleur Ibiza. Dat is deze kleur. En binnenkort, zeker in die lab or testing waar ik hem dan ga testen, gaan jullie de kleuren sowieso veel beter zien. Laat ik die apartere kleuren eens eventjes erbij pakken. Die is, vind ik, ook echt wel super gaaf. En het is volgens mij. Even kijken. Als het goed is, was dit ook weer. Ja, dit was zo'n shimmerkleur. En ik ben echt super benieuwd binnenkort hoe deze gaat zijn trouwens. Echt. Want hij ziet er wel heel gaaf uit. Maar natuurlijk wil hij weer eens niet mee werken. Daar is hij. Dit is Saint-Tropez. Ja, dus, en dit is een beetje een soort blauwige shimmery kleur. En ik ben echt heel benieuwd naar, sowieso naar alle kleuren eigenlijk wel. Dit is Mulberry. Dat dit de kleur Mulberry is. En daar, dit is een beetje een soort ook paarsige shimmery kleur. Alleen waarschijnlijk nu door dit licht zie je dat helaas niet heel goed. Maar ik ga hem dus binnenkort, ik ga hem testen voor een lab or testing. Dus daar komt dit oogschaduwpalet en ook de W7 oogschaduwpalet trouwens gaat daarbij komen. Dus, dat is wel, dus daar ga je de kleuren sowieso heel goed zien. En de laatste kleur die ik heb en ook het laatste wat ik heb. Dat is deze kleur. En dit is kleur Brooklyn. En dat is een beetje deze roze-achtige shimmery kleur ook. Maar zoals ik al zei, ik ga hem nog in een lab or testing wil ik hem testen. Dus ik ga de kleuren gaan jullie sowieso binnenkort nog beter zien. Ik hoop dat jullie deze video alsnog even leuk vonden. Dat ik toch even snel met jullie wilde delen wat ik eigenlijk heb besteld. Bij de Boosie Shop. Ik hoop dat je het leuk vindt. Doe een duimpje omhoog. Laat een comment achter wat jij van dat palet gaat vinden. En of je het inderdaad ook terug wil zien in een lab or testing. En vergeet je niet te abonneren op mijn kanaal. Dat kan hier beneden. En dat het volledig gratis is. Doeg!